Voor woningcorporaties wordt het steeds belangrijker om efficiënter te werken en de samenwerking te zoeken. Eigenlijk om drie belangrijke redenen. Enerzijds de veranderende markt, dus wat wil de klant? Anderzijds de verhuurdersheffing, er is minder geld te besteden. En als derde, we hebben ook een noodzaak om te bezuinigen op de bedrijfslasten. Om deze drie issues aan te pakken is samenwerking een oplossing. En dan samenwerking op een langdurige basis met wederzijds vertrouwen. Je werkt dan ook samen aan een gemeenschappelijk resultaat. En uiteindelijk is het doel dat je dus sneller, goedkoper, beter, maar vooral ook leuker met elkaar samenwerkt. Want als je het doet aan een gemeenschappelijk resultaat, dan zit je niet in een vechtcultuur zoals normaal gesproken bij alle traditionele aanbestedingen het geval was. De noodzaak tot bezuinigen die hangt eigenlijk samen ook met de verhuurdersheffing. Dus op het moment dat je minder geld kan besteden en dat eigenlijk wel graag aan de klant en aan je product wil doen, betekent het ook dat je terug moet in bedrijfslasten. En het betekent ook dat je gewoon moet nadenken als corporatie, wat ga je zelf doen? Of wat laat je eventueel doen door een partij die je daarmee vertrouwt of die het wellicht zelfs beter kan doen als dat wij dat kunnen. Amere is een grote woningcorporatie en we opereren voornamelijk in de Randstad. We hebben zo'n 90.000 verhuureenheden. En er ligt een grote opgave voor ons in de gebieds- en projectontwikkeling. Voor ons bestaand bezit, maar ook voor nieuwbouw, om de wijken en de steden te vernieuwen. Dat doen wij graag in samenwerking met een aantal vaste partners. We zijn er in 2009 al mee begonnen. Het heeft gewerkt voor ons, het heeft tot resultaat geleid. We werken sneller, beter, goedkoper, maar ook leuker. En we doen dat inmiddels met vier partijen. Dat zijn ERA, Tunissen, Dura Vermeer en Koen Hagendoorn. En ieder van die partijen heeft zijn eigen vakkennis, zijn eigen expertise. En we zoeken dus de beste match bij ieder project. We zijn hier in de Van der Pekbuurt in Amsterdam-Noord. Dat is een van de grote projecten van IJmeren waar we nu mee bezig zijn. We zijn net gestart en hebben opgeleverd het proefblok. Het is een voorloper voor de aanpak van de rest van de buurt. En de eerste fases betreft zo'n 300 woningen die gerenoveerd gaan worden. We hebben hier gekozen om met een van onze koopmakers aan de gang te gaan. Om in het proefblok ook te proberen wat goed gaat en wat niet goed gaat. Zodat het in de volgende delen van het project soepeler en beter verloopt. Dat is ook een van de kernwaardes van co-makership. Sneller, beter, goedkoper en leuker. En dit is een van de woningen die we nog moeten doen, André? Ja, dit zijn de volgende fases. We stellen de klant centraal en dat betekent ook dat je als corporatie, als woningcorporatie moet nadenken over wat je zelf wel doet. Of wat je bij partijen wil uitbesteden. Die dat wellicht beter en sneller kunnen als dat je dat zelf doet. Maar wel op basis van een langdurige samenwerking. En daar zit ook een deel van de oplossing. Samenwerkingen aangaan met partijen. Om van elkaar te leren, elkaar expertise te gebruiken. Maar wel voor gemeenschappelijk resultaat.